Als je op de camperplaats aangekomen bent, is het natuurlijk belangrijk dat je camper waterpas staat. Hierdoor leef je makkelijker in je camper en het geeft je daarnaast nog een fijnere nachtrust. Wil je meer video's van ons zien? Vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Hallo, ik ben Bram en welkom bij Oberlink. Wanneer je geen automatisch levelsysteem onder je camper hebt, zijn er een aantal andere mogelijkheden om je camper waterpas te zetten. Je hebt natuurlijk je mobiel waar een waterpasfunctie op zit waarmee je kunt kijken of je camper waterpas staat. Of je gebruikt de ouderwetse waterpas. Daarnaast zijn er ook nog systemen die je kunt laten inbouwen in je camper. Waarmee je op je mobiel of op je tablet kunt aflezen of je camper waterpas staat. Onze camper moet bij het linkervoorwiel iets omhoog gezet worden. De meest gebruikte manier hiervoor zijn de oprijblokken. Let er wel bij op het moment dat je gebruik maakt van oprijblokken, dat je dit met twee personen doet. Zorg ervoor dat je het oprijblok altijd recht en goed in het midden van het wiel zet. Nu kun je voorzichtig op gaan rijden. Zorg dat je de camper altijd op de handrem zet, dat de camper niet terug kan rollen. Nog een tip van ons. Voordat je op vakantie gaat, is het handig om dit een paar keer thuis geoefend te hebben, omdat deze handeling niet heel eenvoudig is. Wanneer je in de winter gebruik maakt van oprijblokken, zorg er dan voor dat je camper niet op de handrem staat, omdat deze kan vastvriezen. Maar gebruik wielkeggen tegen het terugrollen van de band. Wanneer het niet lukt om met je camper met één oprijblok je camper waterpas te krijgen, kun je met een tweede oprijblok op de andere wielen gaan spelen om deze alsnog waterpas te krijgen. Wanneer je camper hebt waterpas gezet, is het natuurlijk ook belangrijk om je camper te stabiliseren. Gebruik hiervoor je stabilisatievoeten. Gebruik de stabilisatievoeten niet om je camper waterpas te zetten, zoveel draagvermogen kunnen ze niet aan. Heb je nu geen stabilisatievoeten, maak dan gebruik van afstandaden. Naast de oprijblokken hebben we ook nog het zogenoemde bandenkussen. Deze is speciaal ontwikkeld om auto's, caravan en campers snel waterpas te zetten. Deze bandenkussen zijn ideaal voor een ondergrond die nat en modderig is. Daarnaast zijn ze ook ideaal geschikt voor in de winterstalling. Zo voorkom je namelijk vierkante banden. Zet jij nou je camper op een andere manier waterpas? Laat het ons dan weten in de reacties. Heb je nog meer vragen over het waterpas zetten van je camper of over onze andere producten? Kom dan eens langs in onze winkel of bezoek onze website oberlink.nl. Wil je nog meer video's zien? Vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal.